Heerlijke voetbalomstandigheden. Niet te warm en niet te koud. Twee ploegen die barsten van het vertrouwen, die barsten van het talent. Wat wil je nog meer om deze voetbalzondag te openen? Naar de supporters van AZ. Die al vroeg natuurlijk deze kant op zijn gekomen om in Groningen hun ploeg aan te moedigen. Te steunen in de jacht op de derde overwinning van het seizoen. Sadiq, Maikoma doorgelopen. Goede bal ineens gespeeld. Maikoma, niet lekker die paas. Kan alsnog. Dat kan zeker. Daar was Parrott helemaal vrij opeens. Sadiki, die is sneller, die kruist voorlangs, dat doet hij goed, maar hij krijgt de bal er niet in. Parrott is heel boos. Ik zeg, ja, ik weet niet wat je van me had gewild. Ja, Parrott had een balletje breed verwacht. Maar hoe de bal daar te krijgen. De Valladik supporters op de Noordtribune, de Z-side, laat zich in ieder geval de hele wedstrijd al horen. Ook in de fase waarin Groningen zelf totaal niet meer aan voetballen toe. Owusu, Oduro met de lange ballen maar. Rommel was enige echt naar die bal toe. Dus heeft AZ hem. Parrott. Parrott is scherp, is wel lekker en pasen. Wat Mijnans hem niet raakt. Die bal over Parrott. De loopactie precies goed getimed, alleen Mijnans krijgt niks tegen de bal. Dat is uitstekend werk van Bergen. Goes verslikt zich. Goes het overzicht van Valente net niet goed genoeg. Het overzicht is er natuurlijk wel. Hij krijgt de bal niet bij een ploeg genaamd. Koopmijners, Parrott. Krijgt daar Van Bommel de bal, maar prima gered door Paas. Beste kans van de wedstrijd, met afstand. Arjen Robben is er natuurlijk ook. Het kan wel een beetje Robben gebruiken. Een heleboel Robben zijn er maar, leuk zijn natuurlijk. Kijk, kwaliteit. Bergen is geen overtreding. Er zit verder nog geen ploeggenoot in de 16 van Bergen. Nu terugleggen, dan is de kans enorm. Dan moet het doelpunt zijn. Maar dat is prima gekiept door Owusu Oduro, waardoor Postema niet kan scoren. Die had sneller moeten handelen. Valente komt eruit, maar de ontdekking was er van Groes. Zoveel vrijheid, zoveel tijd. Te veel tijd genomen. Nummer van Parrott. Maar is dan toch weer niet. Ja, je ziet het. Past eigenlijk wel bij hoe het er voor hem gaat. Dan is de aanname goed. Neemt hij lekker mee. Dan is de relatief simpele paas te slordig. Hier is Van Berg. Van Berg is ook zelf. Dat ben ik eigenlijk niks. En dan. Uiteraard Manschot het spel stil. Vol op het hoofd. Mijnans heeft even nodig. Belic viel in de vorige wedstrijd uit met een hoofdblessure. Toen hij zelf wel het duel aanging met Van Rooy. Die is in ieder geval wel weer op de bank. Je ziet nog wel de gevolgen van zijn actie. Heeft ook een behoorlijke litteken, schram, wat het dan ook mag zijn, nog op zijn hoofd. Maar die ziet u uiteraard niet. Dat is aardig ingepakt. Het valt in dat opzicht mee met Mijnans. Sadiq en Van Bommel eruit. Adai en Van Brederode erbij. Eén echte kans heeft AZ maar gehad in de tweede helft. Dat was wat behoorlijk hoor voor Van Bommel. Dat niet uit de standaard situatie worden gecreëerd. Slachtig, dat sowieso. Klaassen. Kort.
Partij van Brederode. Müller-Wolfe. Meinans. Eindje bij het spel. Lopen mag het door. Klaasie, rand van de 16 om Zuid te halen. We hebben in Breda gezien dat er heel veel kan gebeuren in 6 minuten extra tijd. Daar 2 doelpunten en een rode kaart. Adai. Controle is goed bij Van Brederode. Adai. Was het bij de tweede paal? Nee, recht voor de doel gelegd. Het is een showtime van Vaas volgens mij. Ik had de indruk dat de commandering relatief makkelijk was. Het ziet er in ieder geval zeer stijlvol uit, de redding van Etienne Vaas. Eerste helft meer voor AZ, de tweede meer voor Groningen. En die doelpunt heeft te kunnen maken. Of Koopmeijers moet hier iets bijzonders in huis hebben. En dat heeft hij niet. Binnen. Dus kan AZ nog een keer. De 6 minuten zitten erop. Er zijn ook nog wissels geweest in die extra tijd. Dus mag dit nog. Takuna komt hem niet de goede kant op. En dat is Maxel daar. Houdt denk ik net op tijd in. Maar dat scheelt niet veel. En aan de andere kant Groningen. Pakt Groningen er dan alsnog? Nee, want deze paas is totaal verkeerd van Van Berg. Dan krijgt AZ nog een vrije trap. Hebben ze beide nog een enorme kans om te winnen. En er wordt uiteraard nog gekeken. Geeft ook Martens aan. Ik weet buurmeester ook nog geel gegeven voor een Schwalbe. Voor allebei het eerste puntenverlies van het seizoen. En er is vooral een waarderend applaus van het thuispubliek. Want ook tegen de top van de Eredivisie heeft Groningen zich goed laten zien.